Op dinsdag 8 augustus vindt in Voorburg in Leidschendam de tweede etappe, een individuele tijdrit van 9 kilometer, plaats van de Bing Bang Tour. Een internationaal wielerevenement met het Huygenskwartier als centraal historisch middelpunt. In de ochtend is er voor de kinderen een kidsride en voor volwassenen een ploegentijdrit. We zijn nu in het Huygenskwartier, de plek waar de start en de finish is van deze etappe. Van de straat geplukt is heel benieuwd naar de mening van de mensen op straat over de komst van dit evenement naar Leidschendam en Voorburg. U weet dat de Bing Bang Tour wordt georganiseerd aanstaande dinsdag. Klopt. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Een leuk initiatief van Voorburg om dit te doen. Waardoor de bekendheid van Voorburg nog verder zal toenemen. Nee, ik vind het een uitstekend idee. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Want ik heb dat niet gevolgd. Dat is een wieler... Tour door Nederland? Het is een wielertour door België, Nederland en Luxemburg. Voorheen was het de internationale karakter. Ja. Maar ja, ik heb daar niks mee. U heeft niks met wielrennen? Nou, ik heb wel wat met wielrennen, maar niks met zo'n Bing Tour. Ja, wat ik daarvan vind, dat vind ik wel goed. Is dat een wielerronde? Ja, dat is wel goed. Meestal is het in het Westland. Ja, geweldig toch? Ik weet helemaal niet waar heeft u het over. Het gaat over wielrennen. Over wielrennen. Ja, dat is toch altijd leuk. Nou, ik ben net terug van vakantie, dus ik heb me daar nog niet zo erg in verdiept. Dus ik weet het gewoon niet. Het lijkt me gewoon leuk, maar ik heb er geen kennis van voldoende. Ja, heel spannend. Ik denk dat erg leuk is voor Voorburg, dat er zoiets groots gebeurt. En iedereen is er heel druk mee bezig, want mensen kunnen niet naar huis en die krijgen brieven dat ze alleen maar op een bepaalde tijd hun wijk in kunnen. Heel spannend eigenlijk allemaal wel. Ja, leuk. Joh, ik ken het hele evenement niet. Ik fiets hier wel al 30 jaar fiets ik door deze straat, maar van het evenement heb ik nog nooit gehoord. Het is in ieder geval een internationaal wielerevenement waar ook de grote uit de wielersport aan meedoen. Okay. Peter Sagan en Tom Dumoulin. Hallo. Dylan Groenewegen. Dat is gewoon een klein criterium is dit dan, toch? Het is een internationale ronde door Nederland, België en Luxemburg. Ja, ja. Nou, ik vind het gewoon geweldig dat het hier komt. Dat kan ik gewoon niet geloven. Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel een goed idee dat het hier naartoe komt. Ik vind het niet een evenement waar ik helemaal vanuit mijn dak ga. Is dat mijn sport niet, maar buiten dat is het een tijdrit. Dus om de zoveel tijd zie je één wielrenner met een noodgang voorbij stieren. En dan kijken wie dan dat in de korte tijd heeft afgelegd en dat is de winnaar. Echt spannend is dat niet. Met de Tour de France is dat ook niet het spannendste onderdeel van de Tour. Ik denk dat het heel verstandig is, sowieso voor een beetje publiciteit. Ja. En het, niet alleen publiciteit, dus ik denk goed voor de winkeliers hier. Mensen komen weer een keertje in Voorburg, ze zien de winkels weer een keer, zien hoe gezellig het hier is. Dus. Ja, te gek. Het is toch een mooi goed initiatief. Het is gewoon goed dat het eindelijk wat gebeurt. En in zo'n gemeente als dit moet je dingen organiseren. En dit is daar een heel goed voorbeeld van. Nou, het is prima dat dat gebeurt. Ik bedoel, Voorburg moet... het is belangrijk dat Voorburg bekend wordt. Laten we zeggen, de Herenstraat in Voorburg... is een fantastische straat, dat is een van de mooiste stedenbouwkundige straten van Nederland en hij is heel onbekend bij het publiek wat hier niet woont. Maar of zo'n evenement nou, je kan niet direct een relatie leggen tussen zo'n evenement en betere verkoop. Wel tussen meer bekend worden van Voorburg en dat is met Kaarsjesavond natuurlijk ook en dat is ook met Sinterklaas, maar dan komen er heel veel mensen. Onbegrijpelijk. Ik heb ook het budget gehoord. En dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Dat is zonde van het geld. Want ja, het zou dan Voorburg op de kaart zetten, maar ik vraag me om wat voor effect dat zal hebben. Bent u ook een wielrenliefhebber? Nee, ik heb wel wielrenkuiten, moet je zien. Nee, mijn broer die is helemaal van de Tour de France en de wielrennen en het daarover praten. Ik niet. Nee, niet echt. Ik fiets wel, maar dan niet zo ver. Beperkt, ja. Nee, ik fiets zelf erg graag, zelf. Maar niet om naar te kijken, nee. Nou, ja, wel. Ja, absoluut. Maar ik moet wel eerlijk zijn. Omdat de Nederlandse wielrennen weer op komt zetten, dan vind ik het heel erg leuk. Maar we hebben een tijd gehad, dan was het eigenlijk niet zo veel Nederlanders. Ja, dan vind ik het weer minder leuk om naar te kijken. Maar nu is het fantastisch met alle grote jongens die we hebben. Dumoulin, dat werk allemaal. De organisatie van zo'n etappe kost de gemeente natuurlijk ook geld. Wat vindt u daarvan? Wat het opbrengt, is maar zeer de vraag.
Ja, er moeten wegen afgezet worden, omleidingen gedaan worden. Jezus, wat een gedoe voor een wielrenner die hard voorbij fietst. Ik vind het onzin. Ik val niet zo op wielrenners. Als het nou dames waren, maar dit, nee. Nou, prima. Je moet ook leuke dingen kunnen doen. En ik heb zoveel berichten hierover gehoord van iedereen. Mensen die later met vakantie gaan, omdat ze dit mee willen maken. Nou, dat is toch geweldig. Het is belangrijk om een plaats op de kaart te zetten, denk ik. Ja, god, dat kost geld. En laten we eerlijk zijn, arm. Voorburg is geen armlastige gemeente. We hebben reserves zat. En we hebben zoveel goodwill kweken we dan. En ja, ik vind dat geen probleem. Maar ik heb het gelezen. Nou, ik vind geld uitgeven per definitie goed. Om je stad of je gemeente op de kaart te zetten, heb je aandacht nodig. En er zullen altijd azijnpissers zijn. Er zullen altijd tegenstanders zijn. Mensen die het zelf niet lukt om leuke dingen te organiseren. Ik zou gewoon als gemeente lekker trots zijn op jezelf. Dat je je nek durft uit te steken. Dus goede zaak. Ja, ik bedoel, als er geld voor is, dan moet je dat doen. Het trekt ook een hoop mensen natuurlijk. Je winkel, je omzet gaat ook omhoog die dagen. Ik denk het wel, ja. Ik denk toch wel dat er veel mensen komen kijken. De NOS gaat de etappe live uitzenden vanaf 3:00 PM. Denkt u dat daardoor ook veel meer toeristen naar Leidschendam en Voorburg zullen komen? Ja, absoluut. De wielerfans zullen zeker komen. Maar het gaat mij met name om na afloop. De gemeente stopt er veel geld in, wil dat graag ook terugverdienen. Denkt u dat het toerisme dan ook een toevlucht zal nemen? Ik denk dat je het meer moet zien in lokale ondernemers, dat ze dan wat meer verkopen. Het zal ongetwijfeld zal het meer omzet teweeg brengen. Maar ja, uiteindelijk kost het geld. En of het dan terugverdiend wordt dan dat de toeristen dan hier komen, ja, het is wel een feit. We hebben Huygens. Ja, ik heb al de indruk, meer Japanners komen naar Huygens dan Voorburgers. Ik verwacht het wel eigenlijk. Ik denk het wel, want er zijn zat wielerliefhebbers in de wereld. Dus, Maar ook na afloop, als het evenement voorbij is? Ja, waarvoor niet? Het is een leuk plaatsje. Wij komen zelf uit de Haag, aan de rand van de Haag dan. Kijk duin, maar we komen hier ook graag. Dus. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je bent daar heel stellig in. Ja, ik vind het zonde van het geld, ja. Ja, het is altijd wel zo, als er geld wordt uitgegeven, zou dat niet aan een ander doel kunnen. Maar dit is gewoon, de burgemeester fietst mee, dus dat vind ik wel assertief van hem. Dus de consequentie van zijn eigen daden.